Koppers voor Cornelis, die is er opnieuw bij. Heeft nu Dennis de Kegel, die een goede wedstrijd speelde op Sporting Charleroi vorige week, op de bank houden nu. Het is terug aan de vaste waarde om de laatste thuismatch voor het thuispubliek dus te mogen afwerken. Diepe bal voor Chevalier. Ja, en meteen een kans en een goal. Teddy Chevalier brengt KV Kortrijk na 2 minuten op voorsprong. Goed de diepte ingestuurd en dan profiteert hij van het wegleiden van Buissen. En dan brengt hij de bal in de verste hoek. Nee, het is Wils die daar komt storen, maar wegleidt. En daardoor kan Chevalier quasi ongehinderd, maar mooi in de draai, knap binnentrappen. De Mets en Santini, die ver is teruggezakt om de Mets opnieuw aan te spelen. Nee, dit was Maton met een diepe voor Chevalier. Teddy Chevalier gaat die in 2 keer scoren, koppen ze naast. En Chevalier met zijn tweede in 10 minuten. 0-2 KV Kortrijk. Mooi hoe hij Koppers uitschakelt nadat de lange bal goed werd aangenomen. De lange bal van Maton reist voorbij. Koppers, ja, moest in de voeten duiken, maar kon niet de bal klemmen. En dat gaf Chevalier, na toch weer een aardig staaltje van doorzetting, de mogelijkheid om de 0-2 binnen te tikken. De vrije schop, dat wordt iets voor Hans Cornelis. 27 minuten intussen. Daar gaat Cornelis met een afgeweken bal. En Klepkes toch nog naar de goede kant gedoken. Eerst een goede kans voor Sterkle. Heile kwam daar uiteraard hoger dan de kleine Christophe Dane. Nu dan de ruimte. En de kopbal van Kavananga. Maar Klepkes naar de goede kant alweer. Ja, Sterkle verdient nu misschien toch wel meer. Chevalier ging daar neer. Maar de aanval gaat door. Maton. Santini voor goal. Chevalier, bal teruggelegd. En Maton. De actie van de Mets hier is Chevalier. Teruggelegd de bal. En wat een vlam van Thomas Maton. Op die bal van Teddy Chevalier. 0-3 dus. Nu dan de kans misschien voor Dane. Gaat hij het zelf doen? Zelf trappen. Daar te zwak besloten. Er stond nog volk in zijn buurt vrij. Maar verkozen om zelf de actie te blijven maken. En dan een trap met links gepakt door Klepkes. KV Kortrijk komt hier rustig uit. Chevalier. En er is nu plots veel steun. Hier is Maton opnieuw. En daar de kopbal en de goal. En zo staat het. 0-4. Stijn de Smet tegen zijn ex-club. Eerst Maton en dan Stijn de Smet die hem binnenlegt. 0-4. Intussen Maton. Goeie bal van Santini. Maton. Thomas Maton vanuit een scherpe hoek nu klaarleggen en dan overgetrapt. Ja, daar was hij zo kort bij, zijn derde van de avond. Teddy Chevalier. Strakke corner. Oeh, daar wordt hij nog tegen de lat geduwd en uiteindelijk overgewerkt. Hier kijken, ja. Hier nog eens een kans voor Sterke Brugge met Junior Kabananga en een bal voorlangs. Nou, nog eens een mogelijkheid voor Sterkle. Oef, dat leek mij een overtreding op Dane. Een gele kaart voor Heile, die mist dus de volgende wedstrijd tegen Charleroi. Laatste seconde. KV Kortrijk heeft balbezit. Het eindsignaal van Erik Lambrechts is er. KV Kortrijk wint. Verdient. En met misschien iets te groot verschil
Zware cijfers dus. Cercle 0, KV Kortrijk 4.